Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag voor mij woensdag. Ik heb afgelopen 2 weken niet gevlogd, klopt. Twee weken terug was de week waarin ik ook het weekend met Tom naar Antwerpen ben geweest. Of naar Brussel ben geweest en daarna ook de dag daarna naar Antwerpen. Was trouwens super gezellig. I love it. We zaten in een luxe hotel, jongens, waar je u tegen zegt. Wow, ik voelde me er echt gewoon een soort zwerver om daar rond te lopen. Niet te doen. Maar goed, dit is wat meer Kim. Ik ben inmiddels dus lekker ready. Ik heb geen heel licht make-upje opgedaan, eigenlijk niet heel veel. Ik heb alleen iets te veel blush opgedaan, maar lijkt belangrijk. Ik ga beneden pannenkoeken bakken. Dat is één ding wat zeker is, want dat moet klaar zijn voor vanavond. En verder ga ik eigenlijk niet zoveel doen. Alleen even het eten klaarmaken nu voor vanavond, voor hier en voor mezelf. Ik ga zelf ook even eten, want dat heb ik nog niet gedaan. En dit shirtje heb ik nog even aangehouden, maar ik doe straks die met mijn werkjasje. Dus ja, let's go. Maar goed, ik ga wel even beginnen met pannenkoeken bakken. Maar dat ga ik allemaal niet filmen, want ik heb het veel te druk nu. Oké, inmiddels is het 11:45. Ik ben de hele ochtend bezig met mijn pannenkoeken bakken. Dat is zojuist klaar. Ik heb voor mijn eigen pasta salade gemaakt. Heel simpel, met sla. Even denken hoor. Sla. Kipsnitzel. Mozzarella fijn gerasp. Macaroni in dit geval. Dan word ik van die pasta strikjes. Ja, in dit geval macaroni. En dat was het volgens mij. Meer zit er niet in. Ja, en wat sladressing en zo. Maar ik ga het even mijn tas uitzoeken. Ik heb namelijk deze nieuwe kleine Ted Baker tas. Super cute. Die je neemt dus voor mijn werk. En trouwens ook gewoon als handtas. Maar er zitten een paar dingen in die ik even moet uitzoeken. Dus dat ga ik even doen. Goed, het tasje is uitgezocht en gedaan. Alles zit erin wat erin moet zitten. Ik ga even mijn ogen dicht doen. Het is inmiddels nu 12:30. Ik ga heel even een uurtje mijn ogen dicht doen. Dat betekent 30 minuten slapen. Het duurt nog wel heel even voordat ik uiteraard in slaap lig ben. Dus ik ga heel even liggen. Ik ben heel moe. Ik ben natuurlijk, ik zit nu aan een dubbele dosis slaapmedicatie. Tenminste rustmedicatie voor mijn benen. Maar omdat ik nu natuurlijk een paar nachten vroeg op moest in verband met mijn moeder. En überhaupt een hele rot nacht heb gehad. Is het wel heel erg dat ik nu denk, ik voel hem nu wel als zijnde moe zijn. Dus even mijn ogen dicht. Dan ga ik me omkleden. Nog even chillen, filmpje kijken. Bakje koffie drinken, eten. En dan vertrek ik naar het werk. Maar eerst even lekker mijn ogen dicht. Ik ben weer wakker. Ik heb eigenlijk best wel heel goed even diep geslapen. Dus dat is mooi. Dat betekent dat ik er vanavond weer tegenaan kan. Even borsten door mijn haar halen. Zelfs een klein beetje overeind. Maar dat betekent dat ik er vanavond wel weer even tegenaan kan. Echt moe. Maar zoals ik al zei, die pillen innemen en dan gewoon niet slapen. Dat werkt een beetje tegen elkaar in. Dus we gaan vanavond lekker aan de bak. Ik heb er wel zin in. Ik ga even lekker een koffietje maken. Daar heb ik dan maar weer trek in. En dan even wat eten. En dan is het afwachten. En dan ga ik om 3 uur richting mijn werk. En dan is het kijken wat de avond voor ons gaat brengen. Ik heb nog echt in jaren überhaupt geen avonddiensten meer gedraaid. En dat lieg ik niet, dat is serieus waar. Ik heb 1 keer mijn AFU in het verre begin. In de 2e maand dat ik daar werkte, dus dat was juni vorig jaar. Ik heb een avonddienst gedraaid. Verder heb ik alleen maar dagdiensten gedraaid en alleen maar korte diensten voornamelijk. Dus ik heb echt in jaren geen avond meer gedraaid. Natuurlijk weet ik wel hoe het werkt. Maar het is wel even wennen weer. Maar goed, ik heb er wel
ik heb er wel heel veel zin in eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Alhoewel ik uiteraard geen avondpersoon ben, zijn avonden iets tussendoor wel lekker. Dus vandaar alleen, het is misschien een beetje dom dat ik ben gaan slapen vanmiddag. Dat gaat waarschijnlijk betekenen dat ik straks heel erg ga inkakken vanavond. Maar ja, maakt niet uit, komt wel goed. Ik ga heel even een kam door mijn haar halen, want het staat toch wel een klein beetje alle kanten op. Alhoewel misschien gewoon even mijn föhn, want die ligt toch opgerold hier. Misschien dat dat al een heleboel gaat doen. Er zit natuurlijk ook zoveel versteviging in mijn haar, kijk. Dit schiet erop. Het blijft een beetje pieken, even een beetje nat maken. Maar ik ga even een andere shirtje aan doen. En dan ga ik naar beneden. Dat was mijn wekker. Goedemorgen. Oh jongens, het is donderdag. Ik heb gisteravond niet gegild en ik ben kapot. Dit kleine mannetje is de hele ochtend al naar me aan het roepen. Koekoek. Goedemorgen. Koekoek. Lekker ding. Tom ligt nog te slapen. Pa is maar naar beneden aan het takelen. Die kan natuurlijk nog steeds niet lopen en die heeft echt veel pijn. Ik hoorde het net alweer, oh godverdomme. Ja, logisch. Ze heeft zo smakker gemaakt. Dus ja, Smokey is daarentegen wel lekker wakker. Up and running en helemaal blij. Ja, ik ga verder niet zo heel veel doen vandaag, denk ik. Er is ook niets open, dus helemaal vaart, dus ja. En morgenochtend moet ik gewoon weer werken, dus ja. Het is niet anders. Ik ga wel even koffie zetten. Maar ik zou even lekker wassen en aankleden. Maar Tom ligt nog te slapen. Dus ik laat het nog wel even liggen. Ik heb ook best lang geslapen. Normaal slaap ik nog eens 10 uur. Maar het is 10 uur geweest. Morning. Waarbij Tom nu wegrijdt. Als het goed is. Lekker om wat. Tom die gaat naar zijn werk. En ik ben mij aan het klaarmaken. Tom had zich verslapen. Sterker nog, Tom hou er niet uit. Ik heb hem er wel 4 keer uitgeschopt. Maar meneer had geen zin. Dus ja, dan is het niet anders. Hè. Ik ga in ieder geval een paar koffie zetten. Het is gewoon over 6 een beetje. Bijna 6:15. Dag. Dus dat is mooi. Ik ben al op vanaf 4:45. Gewoon echt, ik heb heel licht geslapen. Dus ik werd om alles wakker. Om elke keer dat ik draaide, dat Tom draaide. Maar goed, dus komt dat ik maar 1 tablet heb ingenomen. Betreft werk. Slaaptablet, dus. Ik weet niet dat het is. Maar ik durf geen 2 in te nemen, want dan ben ik bang. Dat ik s'avonds heel erg moe ben. Dus ja, in ieder geval ben ik wel ready. T-shirtje aan, broek, dus ik met mijn werkjasje aan. En dan dit vestje eroverheen, denk ik. Tas er mee. En dan komt het wel goed. Dus ja. Het is sowieso. Het paart me allemaal toffetjes hier. Het is allemaal dolp gerelateerd, moet je denk ik niet. Maar ja, Tommy is aan het werk en ik... Ik ga nog heel even chillen. En aan een bak koffie. Hoef ik over 3 kwartier pas weg. Normaal zet ik mijn wekker tegenwoordig 6 uur op plaats van 5:30. Maar Tom had zijn wekker 4:45 gezet. Maar Tom ging er niet uit uiteraard. En als de wekker gaat, wil ik er ook altijd wel gelijk uit. Want anders dan blijf ik liggen. En dan ben ik juist heel erg moe. Dat vind ik helemaal niks. Dus vandaar dat ik er om 4:45 uit ben. En tot pas om 5:06. Maar goed, dat is niet anders.
Ik ga in ieder geval nu lekker aan de bak. Op mijn gemak wakker worden. Verder niet zoveel doen. En zo meteen naar het werk en beginnen op de eerste etage. Vind ik wel leuk. Ben ik nog niet geweest. Buiten alleen een soort van rondleiding. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. We gaan het meemaken. In ieder geval een lekkere bak. Goed, het is tijd om te gaan. Ik heb mijn werkjasje aan. Jas aan. Tas mee. Let's go. Goed, inmiddels thuis. Het is avond. Het is 6:30 of zo. Ik ben kapot. De eerste etage was leuk. Druk, maar ook weer rustig. Maar heel apart. Heel anders. Maar ook wel weer leuk op zich. Maar ik merk dat ik nu echt terugkom van mijn werk en denk, ik kan niet meer. Het liefst duik ik mijn bed in en ga ik slapen. Maar ik denk dat het ook komt omdat ik natuurlijk gisteravond niet geslapen. Amper. Dus ik ben hier geweest met avondeten. Als we eten, Tom is ook al thuis. Dat is mooi. Hier wel mijn weekend, behalve ik. Goed, het is een aantal weken een beetje een rare vlog geweest. Dat klopt, maar ik ga proberen om door weer elke week smoky. Om elke week weer terug te komen. Het is nu vandaag dinsdag 31 mei, de laatste dag van mei. Het is namelijk nu zo dat ik gewoon vandaag heel erg druk bezig ben geweest met opruimen. Ik heb hier alles opgeruimd, schoongemaakt, bed verschoond. Hier staan twee nieuwe lampjes en placemats. Vind ik eigenlijk wel heel cute staan zo. Maar het is gewoon wel een beetje genoeg geweest voor vandaag. Dus that is it. Ik ga in ieder geval nu Smokey, nee. Hey. Kom hier. Kom hier. Die hond is op oorlogspad. Pak je sok. Ah. Smokey. Kom eens hier. Hey, Smokey. Ja, zijn bal ligt eronder, dat weet ik wel. Die ga ik zo even voor hem pakken. Maar ik ben dus eigenlijk de hele dag er bezig geweest met opruimen, schoonmaken enzovoort enzovoort. Smokey. Die hond is op oorlogspad. Echt niet te doen. Maar in ieder geval, ik ga deze vlog editen, uploaden. Trouwens, eindelijk nieuwe bloemen in mijn kamer. Die heeft echt een bos bloemen gestaan en misschien wel een jaar. Deze ruiken wel heel sterk, dus ik hoop dat ik straks wel een beetje de geur kwijt ben. Maar ik vind het wel super. Staat heel erg leuk. Ik ga de vlog editen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!